Maar eerst naar de midzomeravondfeesten op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus in Valkenswaard. Ja, we zoeken deze man. Bijna schoot hij iemand dood op wat een gewone gezellige avond had moeten zijn. Zoiets verwacht je nooit als je op stap gaat. Zeker niet als je gaat feesten met je vrienden, dan verwacht je zoiets niet. En ik zag het fout lopen toen de jongens naar buiten kwamen. En toen ontstond de geweld, laat ons zeggen. En daarbij is een wapen getrokken door de schutter. Heeft hij mij geraakt? Ben ik gewond geraakt? Ruzie, woorden en dan bijna doodgeschoten worden. Dat gebeurde dus in Valkenswaard, wel op zaterdag 28 augustus om 2:30 ochtends, recht voor de deur van eetcafé Paparazzi aan de Markt. De 22-jarige Belgische jongen is op stap geweest in het café. De avond eindigt voor hem op de intensive care. Ja, Peter, de man op de compositietekening, dat is degene die we zoeken. Ja. Dat is de schutter, maar waar ging dit nou eigenlijk over? Nee, kennelijk was er al eerder op de avond binnen ruzie ontstaan. En toen zijn er wat mensen naar buiten gezet, maar buiten is die ruzie dus gewoon doorgegaan en plotseling werd er een pistool getrokken. Ja, en er is ook echt geschoten. Hè? De Belgische jongen is in zijn bovenlichaam geraakt. Ja. Nou waren er veel mensen op de been. Dit had ook nog heel anders kunnen aflopen. Ja, precies. Want het was toen, vrijdag 27 op zaterdag 28 augustus, waren de midzomeravondfeesten in Valkenswaard. En dan is het inderdaad heel erg druk daar. Ja, nou, dat betekent natuurlijk ook wel dat veel mensen iets gezien kunnen hebben. Ja. Het gaat om getuigen. Ja, dan is het zaak. Dus als er mensen zijn die daar iets van gezien of gehoord hebben en ze hebben nog geen contact met ons gehad om dat dan nu toch alsnog te doen. Want we hebben het hier wel over een poging tot doodslag of zelfs wel poging tot moord. En ja, we moeten gewoon deze schutter zien te vinden. Zijn er nog meer aanwijzingen richting de dader? Nee, we hebben in ieder geval een signalement en die compositietekening die erbij zit. Het gaat om een blanke, kleine, gezette man. Hij is ongeveer 1,65 tot 1,75. Hij heeft een mollig postuur, een bol hoofd en kort gemillimeterd haar. Heeft u een vermoeden naar het zien van dat signalement? Misschien wel in combinatie met de compositietekening, laat het dan weten. Ja, daarnaast zoeken we dus getuigen. Wie heeft er iets gezien van wat er gebeurde? Heeft u andere tips over de dader? Is er misschien in uw omgeving over gesproken? Bel nu. Anoniem tippen, dat kan ook. 0800 7000. En dan is het opvallend, want dan heeft hij geschoten en dan gaat hij weer terug die paparazzi in. Ja, of dat is gebeurd, hè, door de paparazzi heen. Maar hij kan ook eventueel naast de paparazzi weggelopen zijn. Maar uiteindelijk zou hij dan op de parkeerplaats aan de achterkant terechtgekomen zijn. Nou, hoe hij daar nou vandaan vertrokken is, dat weten we niet helemaal zeker. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat dat met een auto is gebeurd. Maar als er mensen zijn die daar iets meer over kunnen vertellen, dan horen we dat natuurlijk ook heel graag. Als u informatie heeft die kan helpen de schutter te vinden, dan moet u echt nu de telefoon pakken en bellen. Nou, dan is er nog een hele specifieke getuige die jullie zoeken. Een blonde vrouw en die is te zien op bewakingsbeelden van Café Paparazzi. Ze is in de buurt geweest van de schietpartij. Ja, ze kan dus hebben gezien wat daar nou precies gebeurde. Dat is de reden dat zij zo'n belangrijke getuige is. Ja, en ik zou willen benadrukken dat zij eigenlijk niets met die eigenlijke schietpartij te maken heeft. Maar we weten wel dat op het moment dat er geschoten werd en zij was buiten, heeft ze kennelijk geroepen dat hij niet moest schieten. En dat zou zomaar eens voor die dader bestemd kunnen zijn geweest. Nou, daarom zou deze vrouw een hele belangrijke getuige zijn. En we willen dus heel graag met haar spreken. Ja, zegt het u iets? Weet u wie die blonde vrouw is? Reageer meteen. Het laatste woord in deze zaak is voor het slachtoffer. Als je zoiets meemaakt, ten eerste wordt je familie kapot ervan. De tweede, alle kennissen. En jij zelf, psychologisch en helemaal. Je begint heel diep en heel ver na te denken. Waarom dit gebeurt. Waarom dat je het hebt verdiend, terwijl dat je het toch niet hebt verdiend. Nou, u kunt gratis bellen met het nummer van de tiplijn 0800 60 70. U kunt ook zonder uw naam te zeggen tips doorgeven. Dat kan via de M-lijn 0800 7000. En op onze site, daar kunt u alle beelden nog eens terugzien.